Vanaf woensdag 1 mei kunnen inwoners van de voormalige gemeente Wergenam niet meer in de milieuparkjes terecht voor het weggooien van plastic en drankkartons. In Hank, Dussen, Nieuwendijk, Sleeuwijk en Wergenam verdwijnen daarmee de containers voor plastic en drankkartons. Men moet dit nu weer gaan aanbieden aan de haken aan de lantaarnpaal. We moeten het allemaal in zakken sparen en dan komen ze één keer in de 14 dagen het ophalen, hè? Heb ik gehoord. En dan moeten ze aan de lantaarnpalen komen te hangen. En dan katten en honden bijten erin. Het waait zo door de weg heen. Dus als het aan de paal hangt, vind ik ook niet zo netjes. Want sommige mensen hangen dat al een paar dagen van tevoren. En als je dan bij zo'n paal woont, word je daar niet gelukkig van. Zelf thuis verzamelen en wegbrengen zit er dus niet meer in. Als wij naar de winkel gaan, nemen we het steeds mee. Dus dit was de beste oplossing. Iedere week. Want dan ligt het niet thuis. Nee, want dan gaat het ook niet stinken. Aangezien het plastic al huis aan huis wordt opgehaald, meent de gemeente dat de containers in Hank, Dussen, Nieuwendijk, Sleeuwijk en Wergenam overbodig zijn. Inwoners klagen op social media en hebben ook hun ongenoegen geuit bij de gemeente over het weghalen van de containers. De gemeente geeft aan dat het besluit niet zomaar kan worden teruggedraaid, maar dat men toch gaat kijken naar de klachten.